In mijn boek De Hardloop Revolutie schrijf ik, joh, train niet meer dan 14 kilometer richting de marathon. En het schema is van Stans van der Poel. Ik heb het boek met Stans van der Poel geschreven. En Stans van der Poel zegt, joh, niet te veel trainen als je wat langer doet over de marathon. Want, zegt zij, het schema dat je 30, 32, 34, 36 kilometer traint richting de marathon, het komt uit de jaren 70, komt uit de jaren 80. En de marathonlopers in die tijd waren echt andere lopers dan de marathonlopers van nu. Want de marathonlopers van nu zijn veel langzamer geworden. Dus je ziet inderdaad dat als je in 1985 de marathon liep en je deed 4 uur over de marathon, dan hoorde je echt bij de langzaamste 20% van de deelnemers. Als je nu een marathon loopt in 4 uur tijd, dan hoor je zeker nog ruim bij de snelste helft. Dus ja, er zijn veel marathonlopers bijgekomen de afgelopen jaren die veel langer doen over die marathon. Nou, wat zegt Stans nu? Het is onlogisch om iemand die veel langer doet over de marathon dan in tijd langer te laten trainen. Want als je bijvoorbeeld 2,5 uur over de marathon doet en je gaat 35 kilometer trainen, dan duurt die langste training 1 uur, 3 kwartier, 2 uur. Als jij geen 2,5 uur over die marathon doet, maar 3 uur, 3,5 uur, 4 uur, 4,5 uur, 5 uur, langer dan 5 uur, ja, dan doen die lange trainingen van 30, 32, 34 kilometer in tijd natuurlijk ook veel langer. Dan ben je niet na 2 uur terug, maar dan zijn die trainingen ook 3 uur, 4 uur, 4,5 uur. En Stans van der Poel zegt, joh, eigenlijk is het gek dat mensen met minder aanleg, mensen die langer doen over die marathon, dat je die in tijd dan veel langer laat trainen dan mensen met veel aanleg. Plus, belangrijker, dat de kwaliteit van het herstel bij mensen die er langer over doen en daarnaast gewoon een baan hebben en werk hebben, waarschijnlijk ook minder goed is dan van die toplopers waarvoor die schema's oorspronkelijk zijn gemaakt. Nou, toen Stans mij dit voor de eerste keer vertelde, zei ik, joh Stans, maar is het dan niet wijs om tegen die langzamere lopers gewoon te zeggen, joh, loop geen marathon, een halve is ver genoeg. Want ja, dan zijn die trainingen minder lang. Heb je ook voldoende tijd om te herstellen? En toen zei Stans, nee, want er is nog een hoop winst te halen in die trainingen zelf. Want veel mensen doen lange duurlopen bij een intensiteit die veel rustiger is dan wat ze bij de marathon doen. Want het is een training, want het is een rustige duurloop. Naast die rustige duurlopen lopen mensen dan wel interval en intensieve training. Maar ja, dat is dan weer intensiever dan wat ze bij de marathon doen. Dus wat Stans zegt is, joh, train minder kilometers, zodat de kwaliteit van je herstel overeind blijft. Maar zorg er wel voor dat de trainingen die je doet, dat die gericht zijn op marathonhartslag, zodat de kwaliteit van je training optimaal is en je weet, ik heb veel getraind wat ik straks bij die marathon ga doen. Dus ik zou zeggen, lees de hardlooprevolutie, train voor de marathon en ik zie je ergens bij de start van een mooie marathon. Ciao!